Ja? Ja. Oké, okay, is dat oké? Okay? En nou open. Ik heb een krant gelezen. Ja, is goed. Ja. Je hebt ze allemaal al. Ja. Kijk hoor. Kijk hoor. Goedemorgen. Ik ben van harte welkom heten op de etappe van de maand. Het Pronkjewelpad is dit keer in Oude Pekela. Mijn naam is Rico Luiting. Ik ben in eerste plaats wandelaar. Maar ik doe ook iets met contacten met de pers en de promotie. Ik ben ook ambassadeur van Tochtom de Noord en het Pronkjewelpad. Eerst gaan we naar Siep en Co. En dan vergeet ik bijna nog één vraag. Het woord Siep, dat is een samenvoeging van vier woorden. Waar staat de E in Siep voor? Erfgoed. Het is Stichting Industrieel Erfgoed Pekela. Dan gaan we nu vertrekken. Ik ben hier in de voormalige strokkenton van de Vreemdenkoop. En Vreemdenkoop, dat was de eerste strokkenton van die, of de eerste grote commerciële strokkenton van die in Oldwegel. En in Oldwegel waren er op het toppunt van de strokkentonindustrie, waren er gewoon even 9 van dit soort fabrieken. Thank you.
dankjewel voor jullie komst vandaag op het Pronkje Welpad. Ik denk dat ik niks te veel heb gezegd dat Pekela prachtig is. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben. En dan zou ik willen zeggen, graag tot volgende keer.